Hoi, ik ben Paul en ik ga jullie vandaag vertellen waarom je soms een zaag nodig hebt voor een goede graskeul. Nog even en we kunnen de wei weer in voor een eerste snede. Dat betekent dus nieuwe messen in de maaier, alles doorsmeren en de bandjes op spanning. Ook dit jaar willen we natuurlijk weer een graskuil maken met een uitstekende voederwaarde. Dat betekent onder andere een droge stofpercentage tussen de 35 en 45%. Maar hoe voorkom je nou dat het gras te droog de kuil in gaat? Kuil binnen 48 uur na maaien in. Hark het gras de dag na het maaien en bij droog weer zelfs nog eerder. En zorg ervoor dat het diezelfde dag ook wordt ingekuild. Schud bij drogend weer maximaal 1 keer of schud bij twijfel niet. Boven de 45% droge stof verlies je voederwaarde. Met als resultaat minder in plaats van meer melk uit ruwvoer. Maar als opa toch wil blijven schudden, zaag dan de achterkast doormidden.